Het is vandaag vrijdag 8 december en Sinterklaas is het land uit. En de kerstbomen die staan weer te popelen om het huis in te gaan. Ook wij hebben er net eentje uitgezocht. En ik had gisteren mijn wekelijkse controle. De bloedwaardes waren gelukkig niet gezakt. Wel weer mijn weerstand, die gaat niet zo lekker. Dus ik moet ver van mensen blijven met bacteriën en bacillen. Dus dat doe ik dan ook. De Graft versus Host is helaas weer opgedoken. Ik had prednison 70 milligram. Deze week heb ik een week lang 50 milligram geslikt. En dat was niet afdoende om de prednison het huis uit te houden. Het lijf uit te houden. Dus het begon weer in het gezicht en in de darmen. Niet zo heftig op het moment, maar het is er helaas wel. Wat we nu gaan doen, we gaan niet meteen de dosis verhogen. Ik ga nu met prednison smeren op mijn gezicht, op de Graft versus Host, op de plek op mijn huid. En hopelijk is het voldoende dat het niet nog meer in mijn darmen zich gaat uitbreiden. Ik heb nu ook Graft versus Host op nageltjes. Die breken nu af. Dus weet je, het groeit allemaal wel weer aan. Het is alleen heel onhandig. En op zich gaat het wel prima. Af en toe een beetje moeilijk tussen de oren. Want ik wil zo graag weer gezond zijn. Ja, en het duurt gewoon, weet je. Het duurt nog zomaar een jaar, anderhalf jaar, een half jaar voordat ik weer de oude ben. En dan zeggen ze, ja, je zult nooit meer de oude Cato worden. Het wordt een 2.0 versie. Nou ja, daar doe ik het natuurlijk ook voor. Maar dat vind ik wel lastig. En dan die donkere dagen, dan denk ik van, oh, ik zou zo graag en ik zou zo fijn vinden om me lekker te voelen. En, maar goed, dat gaat komen, stap voor stap. Ik wil weer te snel. Past wel ook heel erg bij mijn karaktertje. Gewoon stap voor stap. En dan komt het uiteindelijk, weet ik zeker, goed. Ik wens jullie een hele fijne weekend. En mocht je op zoek gaan naar een kerstboom, zoek een mooie uit. Of ga lekker optuigen. Ik ga dat het weekend ook doen. En jullie gaan vast het eindresultaat volgende week zien. Tot snel!